Welkom bij de instructievideo over het gebruik van Gmail. In deze video laten we zien hoe je het verzenden van e-mail kunt plannen. Klik hiervoor eerst op de knop e-mail opstellen en stel vervolgens een e-mail op. Als je het bericht wilt versturen, klik je onderaan. Op het pijltje naast de blauwe verzendknop en kies je voor verzenden plannen. Selecteer nu de gewenste datum en tijd. De geplande e-mail is aan de linkerzijde terug te vinden onder het label gepland. Klik op het bericht om het eventueel te annuleren. Nadat het geannuleerd is, kan het opnieuw verzonden worden of opnieuw worden ingepland. In dit geval kiezen we voor selecteer datum en tijd en selecteren we in de agenda een datum en een tijdstip dat het bericht alsnog willen versturen. Deze functie kan handig zijn voor bijvoorbeeld marketingcampagnes waarbij je in één keer verschillende berichten inplant. Of het kan handig zijn wanneer je s'avonds of in het weekend, dus buiten kantooruren, je mail gaat verwerken. De ontvangers zullen niet zien op welke gekke tijd jij de e-mail hebt verstuurd.